Ik ben Tamar Hartemink. En ik ben Kato Willers. Dit is de radio-uitzending van woensdag 19 januari. Vandaag in het nieuws, theaters en musea in protest. Open onder mom van kappers of schoonheidssalons. Veel coronabesmettingen onder scholieren van basis- en voortgezet onderwijs. Het OMT gaat zich opnieuw buigen over deze situatie en nieuw advies. De oplopende spanningen in Oekraïne dringen door tot in de Nederlandse regering. Volgens Rutte zullen minister Hoekstra en hij binnenkort naar Oekraïne afreizen. We gaan het hebben over van alles en nog wat rond corona, muziek en maatschappelijke kwesties. Corona. Ondertussen kent iedereen het fenomeen wel. Ook de maatregelen zijn erg gevreesd. Dit weekend werden weer nieuwe versoepelingen aangekondigd. Waaronder dat de sportscholen weer open konden gaan. Binnen- en buitensportlocaties zijn weer geopend. Ook de sportscholen mogen weer open. Na weken sporters weer binnenlaten was een hele opluchting. En ook heel hard nodig. Tijdens de persconferentie op vrijdag 14 januari werden de versoepelingen toegelicht. Vanuit mijn kamer in Zwolle spreek ik met Floris. Floris is baliemedewerker en sportcoach bij de Real Gym in Beeldhoven. Floris, hoe hoog was de nood om weer open te kunnen gaan? Onze nood was aardig hoog. Dit komt omdat wij net zijn overgenomen door een nieuw bedrijf. Die heeft toen besloten om allerlei verbouwingen hier te gaan doorvoeren. Wat aardig wat geld kostte. En kort daarna kwam de lockdown. Dus voor ons was het inderdaad was de nood wel hoog om weer open te gaan. Aangezien er veel kosten waren en weinig opbrengst op dat moment. Jullie nu wel open kunnen, is dat genoeg om het allemaal terug te kunnen verdienen? Gelukkig hadden we nog aardig wat speling. Er zijn er veel leden bijgekomen vanwege de verbouwing. Dus ja, dat is zeker nog wel te redden. Jullie hebben natuurlijk veel omzet gemist door de eerste helft van januari mis te lopen. Krijgen jullie nu ook nog veel aanmeldingen binnen? Ja, zeker. Ja. Ja. Er zijn heel veel walk-ins. En aardig wat dagpassen ook en mensen die zich weer inschrijven. Dus ja. En waarom is het zo belangrijk dat sportscholen weer open gaan? Waarom is sporten zo belangrijk? Naar mijn mening in ieder geval denk ik. Ik ben pro-vaccinatie. Maar alsnog denk ik bijna dat fit zijn effectiever werkt dan een vaccinatie zelf. Ja. Niet alleen vanwege de fysieke gezondheid, maar ook de mentale gezondheid. Ik werk nu al een aantal jaar bij deze sportschool en daardoor ken ik bijna iedereen. En ik, veel mensen van wie ik spreek merken dat de mentale gesteldheid iets achteruit is gegaan als de sport er dicht is. Dus ik denk dat het daarvoor heel belangrijk is dat de sportscholen weer open zijn. Ook heb ik Ties hierover gesproken. Een vaste klant bij de Real Gym in Beeldhoven. Vaak ga je naar de sportschool? Elke dag, dat is klopt. Ja, soms heb ik gedacht dat het helaas niet lukt. Maar dat is denk ik één keer in de twee weken. Zijn er dingen veranderd dan voordat ze dichtgingen? Nee, je moet je QR-code laten zien. Een mondkapje dragen, nog iets. Afstand bewaren. Maar ja, dat eigenlijk. Nou, Kato, dan heb ik een vraag voor jou. Ga jij naar de sportschool? Ik ga niet naar de sportschool. Maar ik vind wel dat ik genoeg beweeg. Want ik heb een pony en ik loop soms hard. Maar nee, ik ben geen sportschoolganger. Jij? Nee, ik ook niet. Ik ga liever gewoon een rondje door het bos hardlopen met mijn hond. In tegenstelling tot de sportscholen moet de cultuursector haar deuren gesloten houden. Waarom mogen theaters en bioscopen niet open? Vorige week kondigde het kabinet versoepelingen aan. Voor veel sectoren, zoals winkels en sportscholen, betekende dit dat ze geen groen licht kregen en weer open mochten. Toch mocht niet iedereen open en vielen de horeca en cultuursector wederom buiten de boot. Voor de cultuursector is dit extra pijnlijk. Zij hebben namelijk alles laten zien dat juist in die sector de maatregelen goed te handhaven zijn en afstand goed te reguleren valt. Ook moet je in theaters en bioscopen vooraf vaak een kaartje kopen, waardoor er goed rekening kan worden gehouden met hoeveel mensen er zullen zijn. Kunst 92, een belangenorganisatie voor de cultuursector, zegt hierover het volgende. We zijn met allerlei dingen bezig. We komen daar tegen in het verweer. We kijken of er misschien juridische stappen genomen moeten worden. Er zijn morgen allemaal juridische acties om het verhaal kracht bij te zetten. Maar wij kunnen het niet uitleggen waarom de Bijenkorf wel open mag en een museum niet. Dat de cultuursector haar deuren niet mag openen, valt dus eigenlijk niet uit te leggen. Ik sprak erover met Bas Leenders van de Theatermakers. Hij zegt er het volgende over, ik citeer. Het is pijnlijk om te zien op wat voor manier bepaalde sectoren bij de broodnodige versoepelingen worden uitgesloten.
De horeca- en cultuurwereld hebben eerder bewezen dat het invoeren en handhaven van maatregelen eenvoudig en efficiënt mogelijk is in zowel cafés, restaurants als in theaters. Ook hebben mensen in de cultuursector te maken met de onzekerheid of een theaterproductie wel door kan gaan, aangezien repeteren ook niet altijd kan. Ook laat Bas weten dat de kaartverkoop moeizamer op gang komt dan eerst. Het publiek is afwachtend en koopt minder snel kaartjes. Hierdoor wordt ook het financiële plaatje ingewikkelder en spannender. In de coronatijd is boosteren en vaccineren natuurlijk een heel groot thema. In Zeewolde zijn ze aan het experimenteren met een nieuwe vorm van vaccineren. Een inloopsysteem. Hierdoor hoef je geen afspraak te maken en wordt hopelijk de drempel verlaagd om je te kunnen laten vaccineren. Nederland is volop aan het boosteren. Per dag worden ongeveer zo'n 15.000 boostervaccinaties gezet en dit zal nog wel even zo doorgaan. De GGD heeft tegenwoordig ook meerdere inloopvaccinatielocaties, zo ook in Zeewolde. Dit zijn plekken waar je ook zonder afspraken vaccinatie of booster kunt halen. Op de locatie waar de prikken gezet worden, sprak ik met Robert Rietkerk, die net zijn vaccinatie gehaald had. Nou Robert, wat vond jij van het feit dat boosters nu ook zonder afspraak gehaald kunnen worden? Nou, ik heb vandaag mijn vaccinatie gehaald. Ik vind het heel positief dat mensen nu geen afspraak meer hoeven te maken voor hun vaccinatie of hun booster. Dit verlaagt de drempel die mensen over moeten om een afspraak te maken. En mensen kunnen in hun eigen tijd kunnen ze nu een vaccinatie halen in plaats van dat ze op een aangewezen tijdstip naar de GGD moeten. Net als Robert zijn er veel mensen die positief over deze locaties denken. Sinds de prikken zonder afspraak gezet kunnen worden, is er een toename in vaccinatie te zien. In de trend van corona is er een podcast verschenen door onze redactieleden. Stan, Robin en Mark bespreken de maatregelen op de hogescholen. Klopt. Een van de nieuwe maatregelen is dus ook dat we nu mondkapjes op moeten in de lessen en tijdens tentamens. Hiervoor was het alleen maar in de gangen, maar nu dus ook hier. Wat vinden jullie daarvan? Ja, de lessen kan ik misschien nog een beetje begrijpen. Maar die tentamens, dat kan op zich best veel afleiden, lijkt mij. Ik heb dat niet gedaan, maar... Ik vind het ook een beetje gek. Maar op zich, ik ben niet de moeilijkste om een mondkapje en zo te dragen, maar het moet. Ja. Maar ik snap wel dat het gewoon... Ik zou het ook niet heel prettig vinden als ik de tentamens loop te maken en dan heet mijn eigen adem in aan het ademen ben. En dan krijg je ook een beetje hoofdpijn van. Ja. Ik bedoel, gewoon, 10 minuten is waarschijnlijk goed, kwartier is goed, maar daarna gaat het irriteren. Ik vind het gewoon een beetje overdreven, want zelfs met de tentamen zit je ook gewoon, je zit al 2 meter of zo uit elkaar. Ja. Je kan best wel coronaregels toepassen. In de les inderdaad, wat Stan al zei, dat is een stuk moeilijker. Maar ook voor mij, ik heb een bril. En als ik dan ga ademen, dan gaat mijn bril even beslaan. Vreselijk. Ja. Over naar een nieuw onderwerp. De merels. Misschien merk je het zelf ook wel. Vroeger zag je vele groepjes merels in je achtertuin. Maar tegenwoordig verdwijnen ze steeds vaker uit het straatbeeld. Hoe komt dat? De merel geldt als een van de meest talrijke vogelsoorten van Nederland. Toch gaat het de laatste jaren minder goed met deze vogels. SOVON heeft samen met Vogelbescherming Nederland de merel uitgeroepen tot vogel van 2022. Jan-Willem Vergeer van SOVON vertelde waarom dat is. Bij zo'n jaar van willen we juist ook de achterbannen van Vogelbescherming Nederland en SOVON vragen om ons te helpen zaken die we nog niet goed weten, om daar achter te komen. Daar hebben we dus ook wat specifieke projecten voor gemaakt. Dus dat is eigenlijk meteen de voornaamste reden waarom we nu een jaar van de merel hebben. Er is iets aan de hand met die merel, we weten wel wat, maar we weten ook een aantal dingen niet. Ondanks de vermindering zal de merel niet zo gauw zeldzaam worden in Nederland, omdat er nog steeds honderdduizenden broedparen per jaar zijn. Als de vogelsoort toch onverhoopt ernstig achteruit gaat, heeft dat gevolgen voor zowel het ecosysteem als voor de mensen. Er zijn natuurlijk roofdieren, roofvogels met name, die wel eens een mereltje pakken. Nou, dat kunnen ze dan niet meer doen, dus dan valt er een prooisoort weg. Kijk, merel is natuurlijk vooral ook een stadsvogel. Mensen genieten van de merelzang en ze genieten van de merels in hun tuin. Als dat wegvalt, dan zal dat voor de natuurbeleving van echt miljoenen stadsbewoners een negatieve impact hebben. Opvallend is dat de merel eerst met name een schuw bosvogel was. Tegenwoordig worden merels steeds vaker in stedelijk gebied gezien en ook in tuinen. Maar in stedelijke omgevingen loopt de merel ook tegen een aantal problemen aan.
Jesse Zwart is vogelaar bij Dagje in de Natuur en weet waar de problemen met name liggen. En ik denk dat dat misschien te maken heeft met het feit dat er steeds minder groen in de stad is. Dus bomen worden gekapt, tuinen worden betegeld, struiken worden weggehaald waar ze kunnen broeden. Dus ik denk dat het iets te maken heeft met het ingrijpen van de mens op de natuur. Tot slot kunnen mensen thuis ook iets extra's doen om de merel te helpen. Dat je de tegels uit je tuin haalt en dat je struiken aanplant en de bomen laat staan. En dat heeft ook gemeentes zouden dat ook kunnen doen. Dus wat gemeentes nu doen is dat ze tegels kiezen voor makkelijk om te onderhouden parken en makkelijk om naar de straat wilt. Dus overal wordt beton en tegel neergelegd. En als er wat meer rekening wordt gehouden met de middel in de zin van meer aanplanten van groen, waardoor er weer meer insecten kunnen komen, dan denk ik dat dat al een hele grote waarde kan hebben voor de hoeveelheid merels. En dan een heel ander onderwerp. Er is eindelijk een nieuw kabinet gevormd en er zijn ministers benoemd voor de verschillende posten. Vooral de minister van Justitie en Veiligheid was veel in het nieuws hierdoor. Nieuwsforce heeft gesproken met Gerard Eiken, werkzaam bij HBO Rechten. En dit zegt hij over de nieuwe situatie. Dan erkent zij blijkbaar achteraf dat ze verkeerd heeft gehandeld door hem te ontslaan. Dus ze, volgens mij was het ook een beetje dat zij toch eigenlijk niet zo'n heel sterke rol had daar binnen dat ministerie. Maar dan mag jij nog even kijken hoor. Maar ja, wat vind ik er dus van, is eigenlijk de vraag. Ja, ik vind het nog te vroeg eigenlijk om er iets over te zeggen. Misschien heeft dat wel. Dat blijkt wel dat ik erover zijn allerlei zit op te zoeken. Ik weet dat zij sterk in haar schoenen staat. En ik denk dat dat handig is. Nou, en verder hebben we ook gezegd dat ze wat mij betreft niet per se rechten gestudeerd hoeft te hebben. En volgens mij hebben we ook gezegd dat het misschien wel goed is dat het een verfrissende jong iemand is met een vrouw van allochtone afkomst. Die niet bang is. En die ook, en dat hebben we ook gezegd, een duidelijke mening heeft. En dat past ook wel in de tijdsgeest. Over politiek gesproken, hier is onze redactielid Ilse Wanschers met een column over de streken van Mark Rutte. Ilse, welkom. Dit is de column Het Luik van Mark Rutte, geschreven door Onderbroekhuis. Mislukte evacuaties uit Afghanistan. Liegen over een ontmoeting met Poetin. Het ongekende onrecht van de toeslagenaffaire. De Kamer niet of onvolledig informeren of je publiekelijk tegen het regeringsbeleid uitspreken. Allerlei redenen voor ministers en staatssecretarissen om de afgelopen 10 jaar het veld te ruimen. Het kabinet Rutte 3 haalde zelfs het record van aantal bewindslieden dat vroegtijdig het kabinet verliet. Nadat Mark Rutte Mona Keizers had ontslagen, de bewindspersonen staan op een luik, waarna Mark Rutte vanaf zijn politieke troon de hendel overhaalt en de bewindspersoon in het diepe verdwijnt. Zelfs zijn eigen oogappels, Zijlstra en Hennis, moesten eraan geloven. Maar toch blijft de minister-president 4 overeind. Heeft Rutte dan ooit zelf op het luik gestaan? Jawel hoor, meerdere keren zelfs. In april nog, toen hij had gelogen over de uitspraken over Omtzigt, functie elders. Of begin dit jaar, toen de ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag genadeloos oordeelde over de rol van de overheid bij de toeslagenaffaire, waarvoor Rutte politiek eindverantwoordelijk was. Maar die verantwoordelijkheid nam hij niet. Ook niet na het bombardement op Hawija. En ook niet na de mislukte poging om de dividendbelasting af te schaffen. Maar ja, als Rutte zelf op het luik staat, kan hij natuurlijk niet bij de hendel. En de oppositie is niet sterk genoeg om die over te halen. Nou, het nieuwe jaar is begonnen. En dit neemt ook nieuwe voornemens met zich mee. Ik bijvoorbeeld heb het voornemen om gewoon beter voor mezelf te zorgen. En misschien gezonder te worden. Ook was het afgelopen maandag Blue Monday, de meest depressieve dag van het jaar, waar veel goede voornemens ten einde komen. Cato en Ilse gingen op pad in Zwolle om te kijken hoe het met de goede voornemens staat. Hoi, wij zijn vandaag in de stad Zwolle. Het is vandaag Blue Monday, 2022 is al een tijdje begonnen. En we gaan kijken hoeveel mensen dit jaar met goede voornemens begonnen zijn en of ze het hebben volgehouden of niet. We zijn heel benieuwd. Nou, 2022 is begonnen en heel veel mensen zijn dit jaar gestapt met goede voornemens. Heb jij er ook een gehad? Ja, ik doe eigenlijk niet aan goede voornemens, want waarom zou je... Als je iets wil veranderen, doe je het gewoon meteen en niet uitstellen tot oud en nieuw.
Heb je dat altijd al gehad of heb je het gewoon op een gegeven moment opgegeven? Nou, dat is iets meer van de laatste jaren. Dat ik gewoon denk van, we pakken het gewoon meteen aan. Ja, ik heb een goed voornemen. Ik wil meer gaan sporten. Te beginnen met 3 keer in de week hardlopen. En 50 push-ups per dag. Ik hou nu 3 weken al vol. En ben je van plan langer vol te houden? Zeker. Heb je een goed voornemen? Ik ben wel van plan om dit jaar beter met geld om te gaan. En denk je ook dat je dit goede voornemen vol gaat houden? Ja, want nou, ik ga wat bewuster geld uitgeven. Bewuste boodschappen doen. Nou, ik zoek een baantje. En dan komt er wel meer geld in. Nou, ik ga zo door als, het, als vorig jaar. Ik rook niet, ik drink niet. Ik fiets altijd de gewone fiets. Zoveel mogelijk beweging en wandelen. En zo gaan we verder. Had u vorige jaren wel goede voornemens? Nee, dat doe ik al jaren niet meer. Ik ga jaren zo op deze wijze voort. En als ik maar gezond blijf, en dat is het allerbelangrijkste. Heb je een goed voornemen? Nee, ik heb er niet bewust over nagedacht, omdat ik altijd een beetje bang ben dat ik niet nakom. En dan ben ik een beetje teleurgesteld. Nee, ik ambieer wel om wat minder te roken. Maar ik heb het niet als goede voornemen, omdat ik het goed voornemen iets zwart-wit vind. Ik heb geen goede voornemens, nee. En waarom dan niet? Omdat het eigenlijk al best goed gaat. En daarnaast, als ik een keer iets niet zo goed gaat, dan zie ik dat door het jaar heen wel. Dat is niet vaststaand bij oud en nieuw. Nou, nu gezond blijven, maar ja, dat wil iedereen. Nee, we hopen op een goed weekend. Leuk al die goede voornemens. Nieuwsforce heeft de afgelopen week ook een interview gehad met een ambulanceverpleger. Hierin wordt gesproken met Michiel Wempe over zijn werk. Hij vertelt over de dingen die hij dagelijks tegenkomt. Ook zegt hij dat hij op de gekste plekken komt. Ik sta midden in de samenleving. Ik ga van zwerven naar de miljonair en dan weer naar de boerderij, zegt Wempe. Het interview is te vinden op de website van Nieuwsforce. Nou, als volgende hebben wij Stan en Robin hier. Welkom. Nou, zij gaan voor jullie allemaal de intro van Wish You Were Here spelen. Een klassieker van de band Pink Floyd. Stan en Robin, heel veel succes. Ontzettend mooi gedaan. Dankjewel. Doen jullie dit al lang? Ik speel nu 3 jaar of zo. Ik speel ineens een jaartje, ongeveer 3/4 jaar. Dus echt niet lang, nee. En hebben jullie hier les voor gehad? Nee. Allebei niet. Nee. Hoe hebben jullie zelf dit dan aangeleerd? Vooral via YouTube.
weet je, tutorials opzoeken en zo. Oh, wat vet. Via mijn broer, die heel goed gitaar kan spelen. Van Stan ook wel eens wat geleerd. Ja. En hebben jullie een soort inspiratiepersoon of band? Of... Nee, niet echt. Nou, wel favoriete bands natuurlijk, maar ja. Wat is je meest favoriete band? Guns N' Roses. Vet. Oké, dank jullie wel. Ja, en hoe vonden jullie het nou om samen te spelen? Ja, wel op zich wel spannend wil ik het niet zeggen, maar... Ja, een beetje gezonde spanning. Gewoon, was de eerste keer dat we samen speelden. Vanochtend was de eerste keer, dus... Op zich ging het wel goed. Ja. Nou, wij vonden het in ieder geval heel erg leuk. En jullie bedankt. En om door te gaan op de muziek... Een half jaar geleden is er een album uitgekomen van een opkomende artiest. Ze heet Fenne. Fenne Scholte is 21 jaar oud en heeft een passie voor muziek maken. Ze zit in haar vierde jaar van jazz en pop aan het conservatorium in Utrecht. Ze kan geweldig zingen en samen met haar team maakt ze nummer voor nummer. Recentelijk is haar eerste album Hope uitgebracht. Fenne, waarom is muziek zo belangrijk voor je? Als ik me verdrietig voel of boos of gefrustreerd, dan helpt muziek heel erg om dat te verwerken. En als ik erover kan schrijven, dan betekent het vaak dat ik het op een manier aan het verwerken ben. Het helpt heel erg om het een plaats te geven en om het te beschrijven op een textuele manier. Als ik niet zing, dan betekent het dat ik doodongelukkig ben. En hoe kom je dan aan inspiratie voor een nummer en met wie werk je samen om een nummer te realiseren? Meestal zijn het dingen uit mijn dagelijks leven. Dingen die ik voel. Bepaalde dingen... Vriendschappen, liefde, relaties, onzekerheden, vragen over het leven. Die niet per se beantwoord worden door de muziek, maar wel worden getroost. Ik schrijf helemaal zelf, alleen. En ik schrijf bijna nooit samen. Met wie werk ik samen om een nummer te realiseren? Nou, voor mijn album was dat mijn band. Dan bracht ik gewoon een nummer die ik wou spelen met band. En dan gingen we dat met z'n allen arrangeren. En je hebt recentelijk je eerste album uitgebracht. Het album Hope. Hoe voelde dat? Dat was doodeng. Het was super eng om een album uit te brengen. Maar ik ben wel heel blij dat het is gelukt, dat ik het heb gedaan en dat ik er trots op kan zijn. En dat ik het ook heb gedaan met vrienden om me heen. En dat het een proces was van vriendschap en zelfontwikkeling. En het was super moeilijk, heel moeilijk. Ik heb nog nooit zoiets lastigs gedaan in mijn leven. Waarbij kom je jezelf echt super erg tegen als bandleider. Omdat iedereen kijkt naar jou. En het is soms ook lastig om mensen opdrachten te geven. En zeker als het vrienden zijn. Maar ik ben echt super blij door de samenwerkingen die er daar zijn ontstaan. Ook door de animatie die er is gemaakt bij Hope. En de videoclip. En dat is gewoon echt... Dat zijn echt dingen waar ik heel trots op ben. Het is natuurlijk ook mega spannend om zoiets persoonlijks eigenlijk uit te brengen. Maar het was al heel lang een droom van je, zeg je? Wat is nog meer jouw droom? Gelukkig zijn, want ik ben denk ik wel gelukkig. Het is een groot woord natuurlijk, maar ik ben denk ik wel gelukkig. Ik wil gewoon altijd bij mezelf blijven. En bij mijn eigen hart. En nooit mezelf in een situatie bevinden waarvan ik denk... Oh, dit heb ik eigenlijk alleen gedaan voor bekendheid of voor het geld. Of dat wil ik nooit. Ik wil altijd voor mezelf kiezen. Mijn hele grote ambitieuze dromen uitvoeren. Ik heb nog allemaal dromen voor EP's en albums. Bepaalde thema's en bepaalde voorstellingen die ik wil geven. Komen er nu nog nieuwe nummers aan, Fenne? Ik heb echt 100 nieuwe nummers in vergelijking met mijn album. Ik heb dus gisteren een schrijfsessie even gehad. En er staan dan nog meer schrijfsessies in de planning in de komende weken. Maar ja, dat traject is altijd super lang. Ik wil graag zeggen van ja, er komt zeker nieuwe muziek aan. Maar wanneer, dat weet ik nog echt niet. Heel erg bedankt voor je tijd. Dit was Fenne Scholte, beginnend artiest in de jazz. Oh.
Today I wished I was enough. But let's just face it, no one can be. But I dream to be tough, to be soft and kind, to try not to bring myself down in my mind. Toen de muziekschool voor het eerst dicht moest, vond Christine Delorme het een fijne oplossing. Zo konden de lessen wel doorgaan zonder fysiek contact. Maar naarmate de muziekschool vaker dichtging, was ze er niet meer blij mee. Daarom is ze dus ook heel blij dat ze nu weer open zijn. En zij was docenten klassieke zang bij de Meerpaal in Dronten. Ja. Maar nu gaan we het over het Windesheim hebben. Want steeds meer scholen proberen inclusief te zijn. Dit doen ze bijvoorbeeld door genderneutrale toiletten te plaatsen. De afgelopen 2 weken hebben de leerlingen op het Windesheim in Zwolle online les gehad. De lessen vorig jaar waren voor een groot deel ook online. En dit jaar was het gelukkig maar voor 2 weken. Toch heeft dit een grote impact. De studiebegeleider Liesbeth van Vulpen spreekt hierover. Zodra we de week voor de kerst weer online gingen, dacht ik van, oh, daar gaan we weer. En hoe lang duurt dat? Ja, je merkt het met name in de interactie tussen studenten. Vorige week had ik studentbegeleidingslessen, SB-les bij jullie. En ook ik heb nog een andere klas bij commerciële economie. Studenten bijvoorbeeld bij de economielessen ook dingen aan elkaar aan het uitleggen zijn. Ja, wat online gebeurt, weet ik niet, maar dat gebeurt gewoon minder. Ook Magda Lokhorst, decaan bij het Studiesuccescentrum, geeft aan dat leerlingen er soms moeite mee kunnen hebben. Maar dan eerder om een sociale reden. Alle studenten hebben al over een hele lange periode lockdown situaties gehad, waardoor je ook online lessen had. Dus ik denk dat het wennen aan de systemen, dat is denk ik het grootste probleem niet meer. Dat hebben ze heel veel op het voortgezet onderwijs al gehad en ook in het hbo. Maar ik denk de moeite zit hem, als er al sprake is van moeite, vooral in het gegeven van, ik denk dat de concentratie, de aandacht van lessen volgen, veel schermenwerk, dat de intensiteit van de hele tijd met een scherm bezig zijn ook maakt dat je vermoeider raakt. Ook mevrouw Van Vulpen geeft aan dat de moeite niet meer zit in het schakelen, maar eerder in het sociale aspect. Nou ja, eigenlijk dat we heel snel kunnen schakelen, wij als docenten, maar jullie ook als studenten, je weet wat het is. Dus de omschakeling gaat heel snel, maar volgens mij is eigenlijk bij iedereen wel duidelijk aan het worden van online les. Dat willen we niet, dat moeten we echt zoveel mogelijk voorkomen. Aan de andere kant geeft mevrouw Lokhorst ook aan dat er voordelen aan zitten, zoals het verminderen van de reistijd. Daarnaast, en dat is gewoon de tegenkant van het hele verhaal, is dat veel studenten het ook wel als efficiënt ervaren. Maar ook wel houden we nog steeds het via Teams. Want ook dat vinden studenten wel fijn. Dat ze, en dat merken wij ook, hè, dat je niet per se voor een afspraak met ons meer een uur moet reizen. Het kost je bij wijze van spreken 3-4 uur, terwijl het ook met een uurtje Teams opgelost kan worden. Sorry, ik heb een foutje gemaakt. Dit ging natuurlijk helemaal niet over de genderneutrale toiletten. Dit ging over online lessen op school. Verslaggever Laura Veldhuizen sprak met 2 werknemers van het Windesheim over het geven van online les. Maar we blijven nog wel even op Windesheim. Daar is namelijk het eerste genderneutrale toilet geplaatst. Dit gebeurde. Lieve Govers ging in gesprek met verschillende mensen om te kijken wat er allemaal is gebeurd na deze plaatsing. Op Windesheim in Zwolle bevindt zich op dit moment 1 genderneutraal toilet, wat ze zo'n 2 jaar geleden hebben neergezet naar aanleiding van verschillende studenten van HBO-ICT. Natuurlijk al een hele grote eerste stap om een inclusieve hogeschool te zijn. Wat vindt Diana, zelfnominair, van dit toilet? Nu hebben ze op T4 hebben ze de dames toilet vervangen voor een genderneutraal toilet. Nou ja, wat ze eigenlijk hebben gedaan is, ze hebben de sticker voor de helft door midden gezaagd en ze hebben er een mannetje sticker bij aangeplakt. Ik zou het mooier hebben gevonden als ze door de hele school gewoon hadden gezegd van, nou, we maken overal in elk geval zittoiletten en we maken een paar ruimtes met urinoirs. Dat zou wat mij betreft beter zijn geweest. Ja, ik kan me voorstellen dat dit het enige is wat ze zo snel konden doen. Maar ik hoop wel dat er meer aankomt nog.
Dit toilet is alleen niet de enige gender-inclusieve vraag die bij de opleiding ICT vandaan kwam. Want Ilja Klabbers, opleidingsmanager HBO ICT, welke vraag ligt er nog meer? Ik heb nu recent de vraag van, kunnen er alsjeblieft prullenbakken komen op de herentoilet? Want ik kies ervoor, ik ga liever naar het herentoilet. Maar goed, ik heb wel een prullenbakje nodig voor het maandverband, dus kan dat? Nou, dan merk je gewoon dat je tegen... Dat er niet zo snel even makkelijk geregeld is. Zoiets wat echt zo simpel lijkt, hang een prullenbak op, dat kost gewoon tijd. Maar wat moet je nou doen als je zelf een genderneutraal toilet bij jouw opleiding zou willen hebben? Raymond Hutten heeft de oplossing. Hij is adviseur vastgoed en huisvesting Windesheim. Dus waar kunnen ze die vragen droppen? Dat is in ieder geval altijd via de studentenbegeleiding. En het is altijd goed als op een gegeven moment dat soort vragen uiteindelijk terechtkomen bij de manager bedrijfsvoering van het domein. Nou, toiletten gaan natuurlijk samen met water. Maar weet je waar water ook veel voorkomt? Bij het weer. Het weer is altijd een lastig onderwerp. Hoe werkt het nou precies? Ik weet het niet. Weet jij dat, Cato? Ik weet ook heel weinig van het weer. Nou, gelukkig voor ons en voor jullie heeft onze verslaggever Patrick het uitgezocht. De luchtdruk volgt een belangrijk gegeven voor het voorspellen van het weer. Of de luchtdruk hoog of laag is, zegt iets over hoe het weer zich de komende uren ontwikkelt. Binnen de meteorologie geldt de vuistregel dat bij een stijgende luchtdruk het weer verbetert. Bij een daling van de luchtdruk gebeurt het tegenovergestelde. Echter was er vorige week sprake van een hoge luchtdruk en toch was het bewolkt. De buienradar berichtte vorige week over dit fenomeen. Het hoge drukgebied van afgelopen week zorgde voor een zwakke aanvoer van vochtige lucht. Die vochtige lucht nam bewolking met zich mee, waardoor het hoge drukgebied kon de bewolking niet oplossen. De hoge luchtdruk vormde als het ware een deksel boven de bewolking en dat is dus ook de reden waarom het afgelopen week bewolkt was. De deksel wordt binnen de meteorologie inversie genoemd. De inversielaag zorgt niet alleen voor dat het bewolkt blijft, ook smog kan hierdoor voor langere tijd in de lucht blijven hangen. Bij een hoge luchtdruk is de luchtdruk hoger dan in omliggende gebieden. Op weerkaarten wordt de kern waar de luchtdruk het hoogst is met een H aangegeven. De letter L geeft de kern van een laagdrukgebied aan. Wanneer de luchtdruk van laag naar hoog gaat, betekent dit meestal dat het weer verbetert. Hoge drukgebieden verplaatsen zich minder snel dan lage drukgebieden en soms komt het voor dat een hoge drukgebied ergens blijft hangen. In de zomermaanden kan dit leiden tot warme en droge periodes en de aanvoer van droge lucht. We gaan onze nieuwe kennis meteen toepassen, want we gaan het hebben over het weer van vandaag. Het is Nederland veelal bewolkt. Op sommige plekken hangt er nog wat mist. De bewolking wordt door de dag heen steeds dikker en in het noordwesten gaat het in de loop van de middag en later in de avond regenen. Aan het einde van de middag klaart het weer weer langzaam op. Er waait een zuidwestelijke wind die naar de kust toe vrij krachtig wordt. In de middag draait de wind naar het noordwesten. In het zuidoosten wordt het maximaal 4 graden en in het noordwesten wordt het maximaal 7 graden. Nou, afsluitend met het weer is ook onze radio-uitzending van woensdag 19 januari afgelopen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende keer. Fijne woensdag!